Kijk. Goedenavond allemaal. Ik zit nog even te kijken. We hadden iets van 20 aanmeldingen. Dus ik hoop ook dat iedereen komt. We hadden ook een maximum erop gezet van 20. Dus dat is een zeer select gezelschap hier. Wim, is dat je eigen bibliotheek? Ja, goed. Oké. Nog wachten. Hi Ron, goedemorgen. Dag Suzanne. Het is fijn als jullie even je camera open willen zetten. Tenminste, tenzij je zegt van goh, ik heb daar echt bezwaar tegen. Maar het is wel fijn om elkaar eventjes aan te kunnen kijken. Dag Liedewij, hi. Want we zijn, ik zei net al, we zijn maar met een heel klein gezelschap. Dat hebben we bewust zo gedaan, zodat we een beetje ook het gesprek aan kunnen gaan. En dan is het wel fijn als we niet in een zwart gat zitten te praten. Dat is soms wel fijn. Dus dat is. Ja. En. Het is natuurlijk wel een beetje gek op de dinsdagavond, maar. Heb je daar een lijst van deelnemers ook, Patricia? Ja. Want ik heb de plaats ingenomen van mijn collega Sophie Rotman. Dus oh, ik sta niet op jouw lijst, maar je hoeft dus niet op Sophie te wachten, want ik heb haar plekje. Jij bent van de gemeente Asten. Ja. En ik zie dat mijn collega hier nu is. En dan kies ik ervoor om naar die andere bijeenkomst te gaan. Naar die andere call te gaan. Is dat goed? Rob is ook van mijn organisatie. Ja, als jij dat liever wil, dan ga ik je niet vast. Ik vind het wel jammer. Ja, maar ik heb jou al zo niet vaak meegemaakt. Ik gun Rob dat ook. Oh, dat is bijna een belediging. Ik heb je al zo vaak meegemaakt. Ik ga snel weg. Nou, willen er nog meer mensen het pand verlaten? Of, Dag, dag. Dag, Rob. Hoi. Hoi. Hebben nog niet veel mensen tegen mij gezegd. Ik heb je al zo vaak meegemaakt. Ja. Dat is echt wel. Sta ik slecht van. We gaan beginnen, jongens. Het is. En ook positief zijn. Dankjewel. 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 Welkom bij deze sessie. Wij zijn Jacco Albers en ik, Patricia Palmen. Wij zijn alle twee werkzaam voor de VNG. En ik ben daar coördinator, zoals dat heet, implementatie VTH Omgevingswet. En Jacco is chief. Ik zal jij voorstellen, Jacco. Jacco is bij ons chief werkende processen. Hij houdt zich heel erg bezig met werkende processen. Maar wat een hele aardige bijkomstigheid is dat hij ook programmamanager is bij de gemeente Zwolle. Dus waarbij we eigenlijk twee functies gecombineerd hebben en dus ook uit de praktijk zitten. Nou, heel fijn dat we hier bij elkaar zitten. Het is een beetje een interactieve sessie dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan over iets waarvan we best wel lang over hebben nagedacht of we dat als VNG zouden moeten doen of we dat zouden moeten ondersteunen. En we hebben dat wel gedaan. Want de vraag komt eigenlijk voort, we kregen een grotere gemeente bij ons op visite en die zei tegen ons, Patricia, het is nu, was vorig jaar. Wij zijn eigenlijk al helemaal klaar voor de omgevingswet. Wij hebben de processen ontworpen. Wij hebben het DSO zoals we denken dat het moet gaan werken. Maar zou je ons dus onder de loep kunnen nemen of dat ook daadwerkelijk zo is? Ja, zijn we er ook echt klaar voor? Nou, toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, dat willen we eigenlijk niet zozeer vanuit de VNG zelf doen. Maar het is wel interessant, wat zijn nou de kritische vragen die je aan jezelf moet stellen? Of je er echt klaar voor bent. En we hebben op basis van onze ervaringen met de werkende processen, hebben we daarvoor een inventarisatie gemaakt. Dus niet alleen een theoretische sessie, maar ook uit de ervaringen die we bij gemeenten zelf hebben. En daarin willen we jullie meenemen, ook als opbouw. Omdat wij denken dat alle organisaties gaan een soort van ketentest doen. En we willen voorkomen dat die ketentesten alleen maar digitaal zijn. Want eigenlijk de grootste verandering is toch misschien wel een andere houding, een ander proces. Of dat ook op die manier gaat werken. Dat is de reden waarom we aan, aan deze tool hebben gewerkt. Of eigenlijk instrument. En wij denken dat het in ieder geval een goede tool is voor het projectmanagement. Maar zeker ook in combinatie tussen het projectmanagement en het lijnmanagement. Want uiteindelijk zul je als lijnmanagement dus ook hiermee moeten dealen. Ik zit heel even te kijken. Er zijn verschillende mensen die zich hier hebben opgenomen. We zijn eigenlijk met een klein groepje. Misschien is het wel handig om even heel kort
Want we zouden geen voor mij om heel kort even aan te geven welke organisatie je vandaan komt en wat jouw rol is ten aanzien van de omgevingswet. Misschien is dat wel even handig. Suzanne. Ja, goedenavond. Leuk jullie te ontmoeten. Ik werk bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sinds 1 juni afgelopen jaar. En ik ben daar hoofd van het cluster handhaving. Maar ik heb ook wel veel bemoeienis met het hele VTH-proces, dus vergunning, toezicht, handhaving. Verder ben ik helemaal nieuw in de waterschapswereld. Maar hiervoor werkte ik bij douane en daar waren we druk met een Europees vergunningssysteem, met de implementatie daarvan. Dus voor mij was het wel even weer schakelen naar een 21 waterschappen met allemaal eigen systemen. Dat ik dacht, oh ja. Laat staan de gemeente, Suzanne. Ja, dus dat was wel grappig om het te merken. Verder wil ik nog zeggen, kwam zijn dat de kinderen binnenlopen. Nou, dat is helemaal begrijpelijk. Mijn man werkt bij toeslagen en daar zijn ze nog met een debat in. Ja, nee, dan, ja. Kun je beter bij handhaving, bij waterschappen, bij gemeente werken, denk ik. Ja. Helemaal goed. Dankjewel, Suzanne. Wim. Wim Thijssen, gemeente Tilburg, daar verbonden aan het programmateam als adviseur. En eigenlijk al sinds 2014 bezig met de omgevingswet en dan met name vanuit het perspectief veranderopgave. Ja, helemaal goed. Mariet? Mariet Jordans, ik werk bij de gemeente Hilversum. Daar ben ik teammanager bij de afdeling publiekzaken. Nou, we krijgen natuurlijk heel veel te maken met de omgevingswet straks. En ik ben met name van het stukje handhaving. En, bij mij in het team zitten ook heel veel juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de vergunningverleners. Dus vol in de omgevingswet. Helemaal goed, dankjewel. Albertus? Ja, Albertus Hamstra, manager publiekzaken bij de gemeente Noorderveld. Ambtelijk opdrachtgever voor de implementatie van de omgevingswet. In onze afdeling zit naast vergunningverlening, toezicht, handhaven, ook de uitvoering van de WMO, de jeugdwet, de participatiewet en burgerzaken. Dus we kunnen een hoop dingen aan elkaar koppelen wat dat betreft. Ja, veel ballen in de lucht al. Ja. Veel ervaring ook uit de afgelopen jaren natuurlijk met de implementatie van andere wetten. Ja. Ja. Rob? Ik ben Rob van Velsen. Ik ben sinds kort werkzaam bij Waternet. En daar coördinator bij de toezicht en handhaving van de afdeling vergunning, verlening, toezicht en handhaving. En ben me aan het oriënteren op de omgevingswet. Is voor mij vrij nieuw. Ik heb vandaag deelgenomen aan de inspiratiedag. Daar in ieder geval ook mijn licht op te steken. Ik ben allerlei webinars aan het volgen om snel ingewerkt te raken. En deze bijeenkomst wil ik ook participeren om gewoon kennis te nemen van wat is de vraag en wat is de context waarbinnen dit zich allemaal ontwikkelt. Dus ik ben goed. Blij dat ik hiermee een deel mag nemen. Dank je wel. Ja, oké, helemaal goed Rob. Dank je wel, Liedewijn. Oh, van de gemeente Asten. Ja, inderdaad. Liedewijn Wiersma, gemeente Asten. Ik ben programmamanager omgevingswet. Asten is een kleine gemeente in de regio Zuidoost-Brabant, grootstedelijk regio Eindhoven. En omdat het een kleine organisatie is, werk ik eigenlijk heel nauw samen met het lijnmanagement. Dus bijvoorbeeld de managers van ruimte of vergunningen of toezicht en handhaving. Dus ik hoop dat ik hier vanavond ook alle teams zo kan vertegenwoordigen. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Ja, mensen van kleine gemeenten kunnen alles, is mij altijd geleerd. Dus en dat klopt ook heel vaak zo. Dus dat, Daarom is het ook zo leuk, vind ik zelf, om bij een kleine gemeente te werken. Kijk, maar ieder zijn smaak natuurlijk. Ieder zijn, we gaan dat gevecht straks uitvoeren, ja. Ja. Ruud, ja, waar zit die knop? Linksonder bij mij, althans. Misschien bij jou ook? Ja. Ja, ik ben een zelfstandig organisatieadviseur in het verleden betrokken geweest bij de opzet van het DSO, de Digitaal Stelselomgevingswet, 2 jaar geleden een aantal adviezen uitgebracht en ondertussen me aan het voorbereiden op de implementatie bij een aantal gemeenten. En dus eigenlijk vandaag was voor mij een dagje weer het net ophalen van hoe ver zijn we nu met de plannen die we een tijdje terug hadden. Nou, daar zijn we dus heel ver mee. En met name hoe krijg je de organisatie aan de slag met de cultuurverandering, met het organisatieontwikkel.
traject om echt mensen aan de slag te krijgen. Oké, dankjewel Ruud. José. Goedenavond. José Donia, gemeente Haarlem. Ik ben projectleider binnen de programmateam Implementatie Omgevingswet, projectleider werkprocessen. Dus ik hou me bezig met de werkprocessen en daarnaast ook hou ik me bezig met de verordening fysieke leefomgeving en de toepasbare regels. Okay. Met name dan in de vergunningssysteem. Ja. Ja, heel belangrijk. Ja. Helemaal. Dankjewel José. Wim. Wim Hogeboom, ik werk bij Rijkswaterstaat. Ik heb twee petten op in deze. Ik ben bij de informatievoorziening, dus IV-hoek. Ik heb de pet op dat we samen met 11 waterschappen een systeem voor VTH hebben. Dat noemen we SAWA. En daarnaast zit ook in mijn afdeling een deel wat zich bezighoudt met het bouwen van het DSO. Oké, helemaal goed. Dankjewel Wim. Peter, je hebt geen camera aan. Ik weet niet of dat bewust is. Maar zou je heel kort even willen introduceren waar je werkzaam bent. En als je het leuk vindt, je ook je camera even aan te zetten. Zodat we even zien wie je bent. We horen je niet, Peter. Anders gaan we even door. Daarna zien jullie een rondje. Peter, als je nog erin komt, dan mag dat. Maar ik ga even door naar onze technische host. Dat is Lynn. Die heeft zich verstopt achter een rondje. En die zal ons technisch faciliteren. Ik ga door, want ondertussen komen er nog wat mensen door. We hebben een breed gezelschap van mensen uit de waterhoek, uit de gemeentehoek. En wat ik heel fijn vind, een mix van mensen die zich al heel erg bezighouden met de omgevingswet. En ook mensen die, voor wie het nieuw is. En ik denk dat we met de dingen die we nu ontworpen hebben, dat het eigenlijk wel een manier is om de organisatie te beproeven. Van ben je klaar voor de omgevingswet en hoe zou je dat ook intern? Tenminste, wij zoeken ook met name naar feedback op de instrumenten die we hebben en ook hoe jullie ze zouden willen kunnen inzetten. Jacco gaat nu een presentatie delen, dus dat betekent dat we weer even een beetje uit beeld gaan. Tenminste, blijven altijd drie mensen blijven dan altijd aan de zijkant van de presentatie staan, heb ik geleerd. En als je wat zegt, dan kom je ertussen. Maar ik heb nog een paar spelregels, maar die staan op de sheet. En ik kreeg van Jacco de opdracht om nou een keer me aan de sheets te houden. Zo is dat. Maar hij moet ze wel op het scherm zien te krijgen. Ik heb, jongens, we maken vandaag een beetje, het is avond, hè, dus het moet nuttig zijn, maar het is ook een beetje informeel. Dat kan ook, want we zitten allemaal thuis te werken, dus dat is sowieso informeel. Lukt het, Jacco? Zie je het scherm nu? Ik zal eens even kijken. Ja, ik zie het scherm. Hebben jullie ook allemaal het scherm? Ja. Zichtbaar. Oké, helemaal goed. Dit zijn de afspraken eigenlijk. Liefst video aan. En op zich merk ik dat jullie allemaal een rustige werkplek hebben. Of jullie hebben allemaal op de mute gehoord. Dus het spreekt allemaal voor zich. En mocht je vragen hebben, steek even je handje op. Mochten we je niet zien, breek gerust in. We zijn een klein gezelschap. En dan komen we verder. De slides worden gedeeld. En wij zullen ook even kijken hoe we uiteindelijk de vragenlijsten. Maar daar komen we straks nog wel even over te spreken. Goed. Dan gaat Jacco het nu overnemen. Ja, ik neem het even over. Ik had toch even een slide voorbereid als introductie op die omgevingswet. Nou, ik heb net al even meegeluisterd. Volgens mij zit er echt al heel veel kennis. Dus ik ga hier even heel kort doorheen. Zodat we zometeen wat meer tijd overhouden om de vragen eens tegen jullie aan te houden. Bovenin zie je de doelen van de omgevingswet. Vergrote inzichtelijkheid en gebruiksgemak. Nou, lezen met de prik op de kaart moet je zometeen in het digitale stelsel omgevingswet kunnen achterhalen wat de regels zijn van toepassing. Snellere, betere besluitvorming. Nou, van 26 weken naar 8 weken hoog over. De integrale aanpak. Het is van 26 wetten naar 1 wet. En die 26 wetten die worden niet letterlijk overgenomen in die ene wet. Er heeft een reductie van regels plaatsgevonden. En daarnaast wordt de lokale bestuurlijke afwegingsruimte vergroot. Lees, dat is de bruidschat. We krijgen 620 regels over vanuit het Rijk die de gemeente lokaal mag gaan bepalen. Om die doelen te behalen betekent vanuit een gemeentelijk perspectief twee zaken. Aan de linkerkant het instrumentarium, wat best wel een grote uitdaging is. Veel gemeentes zijn bezig met een omgevingsvisie, veel gemeentes zijn bezig met een omgevingsplan al. En aan de rechterkant de gemeentelijke organisatie die daarmee moet gaan werken. Dan heb je het over takenstructuur, mensen, technologie en proces.
En het een die kan niet zonder het ander. Hè? Dus als je vergrote inzichtelijkheid en gebruiksgemak wil bereiken, dan moet je omgevingsvisie, omgevingsplan moet op orde zijn. Maar aan de rechterkant, je technologie moet op orde zijn om dat netjes naar het DSO te kunnen brengen. Dat betekent dat je je plansoftware aangeschaft moet hebben. Toepasbare regelsoftware moet op orde zijn. Je VTH-systeem moet aangesloten zijn op de DSO, zodat je ook echt de zaken kan ontvangen, de vergunningsaanvragen. Dus om het bovenstaande te bereiken, aan de linkerkant de boel op orde en aan de rechterkant de facto technologie. Kijk je naar snellere, betere besluitvorming? Dan moet je instrumentarium helder zijn aan de ene kant. Aan de andere kant moet je goed nadenken over processen en mensen. 8 weken is het credo in veel gevallen. 12 weken als er een adviesaanvraag bij een aanpalende overheid wordt uitgezet. Nou, die 8 weken, dat zeggen gemeentes over het algemeen, dat redden we nog wel. Maar als iets dan bij een provincie terechtkomt, dan begint dat toch wel in de doorlooptijd te zitten. En sterker als hiervoor is de gemeente het bevoegd gezag en het aanspreekpunt voor de initiatiefnemer. Dus je moet daar afspraken over maken, procesafspraken. Wie doet wat? Wat is de kwaliteit? Hoe lang ga je het erover doen? Wat betekent dat als er ooit eens een keer een dwangsom betaald moet worden omdat iemand een doorlooptijd niet betaald heeft? Daar moet je goed over nadenken als overheden en als gemeente. Die integrale aanpak, ook een belangrijk doel. De omgevingsvisie, omgevingsplan moeten integraal neergezet worden. Dus alle thematische visies moeten eigenlijk opgaan in je omgevingsvisie. Wat dan best wel een uitdaging is voor veel gemeentes. Aan de andere kant moet je goed nadenken over bijvoorbeeld een beleidsafdeling. Die zijn gewend om thematisch te denken. Dus men is van mobiliteit, of men is van klimaat, of men is van wonen. En ze creëren dan ook graag thematische visies. Terwijl je, als je zometeen 1 integrale omgevingsvisie hebt, dan is dat het uitgangspunt. Dus je moet goed nadenken hoe je dat gaat vormgeven in een beleidsafdeling die thematisch georganiseerd is. Dat betekent een organisatorische verandering. Laatst was ik nog bij een gemeente. Die was heel druk bezig met de omgevingsvisie, al bijna gereed. En die kwamen er in een werksessie samen met mij achter dat er ergens aan de linkerkant van de zaal waar iemand zat van de economie, dat ze heel druk bezig waren met een visie op economie te schrijven voor de gemeente, waarbij de omgevingsvisie daar het bestaan niet van wist. Ik vond het een typisch gevalletje van daar moet je dus duidelijke afspraken over maken. En er moet echt tussen de hoofden, tussen de oren van mensen moet dat gaan landen, dat het echt integraler moet gaan worden. Dit even als introductie op de omgevingswet. Patricia zei het al even, als er vragen zijn, handje omhoog en dan kan je de vraag stellen. Misschien nog 1 aanvulling. Hè? Dus even, ik kom uit de VTH-hoek. Waar eigenlijk wat ik echt cruciaal vind, is om te onderkennen dat daar waar het gaat om de VTH-processen, is dat eigenlijk heel erg leading in het wel of niet bereiken van je omgevingswetdoelen. Daar moet de vertaling plaatsvinden van wat je wil. En daar is eigenlijk ook de eerste stap te zetten als het gaat op 1-1-22 als die wet in werking treedt. Dus vandaar ook dat wij nu zeggen van wij starten nu eventjes met het VTH-gedeelte voor deze vragenlijst. Ja, mooie aanvulling. Vandaag gaan we het hebben over de zelfsimulatie en die bestaat eigenlijk uit 2 bouwstenen. Dat zijn de werkende processen, dus die ook op de VNG-website staan en aan de rechterkant topvragen. Dat de topvragen wil niet zeggen dat Patrice en ik de vragen nog helemaal top vinden. Uiteraard vinden we natuurlijk kwalitatief goede vragen, maar de topvragen benadrukt meer dat er heel veel input is geweest om tot deze vragen te komen. En dit zijn, laat maar zeggen, de vragen die zijn boven komen drijven waarvan wij denken dat die het belangrijkste zijn. Vandaar de naam topvraag. De werkende processen en de topvragen gaan we even kort bij stilstaan in de komende slides. Even terug naar de werkende processen. Een werkproces is pas werkend als er verschillende zaken op orde zijn. Die staan hier netjes op een rij. Gemeentelijke ketenactiviteiten moeten zijn afgestemd. Wanneer ga je naar een omgevingstafel? Wat krijg je dan terug? Wie doet het ontwerp? Komt er een conceptvergunning uit? Allemaal zaken die je in de keten moet afstemmen. Dus gemeentelijke ketenactiviteiten is een hele belangrijke. Je moet goed nadenken over de klantbeleving, want die gaat echt veranderen onder de omgevingswet. Er komt een nieuw digitaal stelsel omgevingswet. Dat is een
toch een andere user interface met andere mogelijkheden, doorlooptijden gaan veranderen. Het betekent wat voor participatie. Dus er komen meer activiteiten te liggen bij de initiatiefnemer. Het proces werkt alleen maar als inderdaad de bedoelingen en eisen van de wet daar netjes in ondergebracht zijn. Medewerkers zijn belangrijk, want die moeten uiteindelijk het proces uitvoeren. Die moeten de juiste competenties en vaardigheden hebben. Nou, dat betekent gewoon dat je goed moet nadenken over opleidingen. En dan heb je het over inhoudelijke opleiding, maar ook over relationele kant van competenties. Dan heb je het over oplossingsgerichtheid, integraal denken, creativiteit. Nou, dat soort aspecten wat niet gelijk in de opleiding te vatten is, is toch wel belangrijk om daar aandacht aan te geven. Uiteraard is een adequate informatievoorziening heel belangrijk om tot een werkend proces te komen. Het digitale stelsel is zometeen een onderdeel van de informatievoorzieningsketen, zoals dat heet, en heeft een impact op de processen, de gemeentelijke processen. Nou, in sommige gevallen is er een doorlooptijd op van toepassing. Dit even in het achterhoofd meenemen. Dus al die aspecten moeten op orde zijn om tot een werkend proces te kunnen komen. Misschien nog even ter aanvulling. Wij hebben dus als VNG hebben we de werkende processen, hebben we voorbeeld werkende processen ontworpen. Voor mensen, ik weet niet, zijn er mensen bij die al kennen? Misschien is dat wel. Nee. Nou, wij hebben eigenlijk. Jacco zal er zo vast nog wel iets over vertellen. We hebben een initiatievenproces, een behandelproces, een toezicht- en handhavingsproces. Hebben we ontworpen op basis van onze GEMMA-proces. Ik weet niet of mensen dat stelsel kennen. Dat heb je denk ik ook bij de waterschappen. Heb je ook architectuur. Jacco heeft dat in een wat meer normale mensentaal, zou ik willen zeggen, uitgedokterd en ook beproefd. En op basis daarvan zijn deze aspecten ook al aangegeven. En wat we zien veel in het land is dat veel gemeenten pakken die ter hand en kneden daar een beetje zelf aan. En dat is eigenlijk ook graag wat je wil. Dus ga zelf daarmee aan de slag en ga het zelf inrichten. Maar het spreekt voor zich op het moment dat je het hebt over het initiatievenproces. Dus er komt, ik noem dat altijd, komt een boer aan de balie en die wil iets. Wat gebeurt er dan? Heb je dat aan de voorkant goed geregeld? Er wordt een aanvraag ingediend. Wat gebeurt er dan? En uiteindelijk ook bij toezicht en handhaving. Dus voor die drie dingen hebben we al een soort van werkend proces. En waar wij het over gaan hebben is eigenlijk alweer een volgende stap. Jacco. Ja. Nou, Patrice heeft het al mooi verteld. Dus hier aan de rechterkant zie je de processen die we in scope hebben vanuit VTH. Aanvullend op hetgeen wat Patricia zegt, de WKB-proces komt er nog aan. Daar zijn we nu druk mee bezig. Daarnaast zijn er ook processen niet direct in scope van VTH. En dat is wijzigen omgevingsplan en het beleidsproces. Nou, wijzigen omgevingsplan geeft stapsgewijs weer hoe je thematisch dan wel op plangebiedniveau kan toegroeien van je tijdelijk omgevingsplan naar je nieuwe omgevingsplan. En het beleidsproces, net ook al even aan het begin aangegeven, structureert een bepaalde beleidsafdeling om je omgevingsvisie centraal te houden. En elke keer als er een trigger is om tot een herziening te komen, om dan niet te vervallen in een thematische visie, maar eerst een omgevingsvisie erbij te pakken. Dus die twee zitten niet in de directe scope van een zelfsimulatie. Mag ik een vraag stellen? Ja, natuurlijk. WKB, het ligt misschien aan mij, maar waar staat dat voor? Dat is de wet kwaliteitsborging. Okay. Dat is met name voor gemeenten, dus dat is de private kwaliteitsborging bij bouwen. Dus de bouwtechnische toets, die wordt voor een deel geprivatiseerd voor een bepaalde risicoklasse. Dus voor de waterschappen is dat niet zo relevant, maar voor de gemeente is het, heeft het heel veel consequenties. Ja. Oké, dankjewel. Goed. Wat maakt die werkende processen interessant en waarom worden ze zoveel... Sorry, José wil nog iets vragen. José. Is er ook nog een bewuste keuze gemaakt? Want je moet natuurlijk een selectie maken voor welke processen je gaat uitwerken. Maar de procesmeldingen? De WKB, dat bevat alleen de WKB-melding. En voor de rest hebben we de proces gekozen waar de impact het grootste is. En dat heeft gewoon puur met capaciteit en tijd te maken. En dat zijn deze processen geworden. Dus we hebben niet een procesmelding. Ja, maar er zit een maar bij. Kijk, wat de kern van de omgevingswet is dat het initiatief centraal staat. En wat je straks veel meer zult krijgen is een combinatie eigenlijk van een vergunning aanvragen en het doen van een melding en eventueel een informatieplicht. En
Wat wij vinden dat daar waar het gaat om aan die voorkant bij dat initiatievenproces, is dat je eigenlijk wel gaat kijken van hey, welke vergunningplichten gelden, maar dat je eigenlijk ook doorgeeft welke meldingen zijn van toepassing. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook voor de mensen die ook bezig zijn met de omgevingstafel. Ik weet niet of mensen dat proces kennen, dat is vaak dat initiatievenproces ook inrichten. Daar kom je daar ook over te spreken. He, dus in feite is de procesmatige doorloop bij de voorkant, bij de wat complexere processen, is vergelijkbaar omdat je daar het totale initiatief centraal gaat. Het gaat wel om de wat complexere verhalen. En bij behandelen kun je iets vergelijkbaars doen, maar waar we hebben ons wel wat meer gericht op de complexere situaties. Ja. Ja? Goed. Nou, ondertussen hebben we best wel veel ervaring opgedaan met de werkende processenaanpak. Ja, in het kort komt het erop neer dat je... Pak het procesmodel wat we uitgewerkt hebben als VNG. Dat is op 1 A3, waarin alles staat. Ga met een multidisciplinair team daarnaar kijken. Binnen de gemeente, loop door dat proces heen en kom erachter wat je nog te doen hebt en kom in actie. Dat is eigenlijk waar het op staat. En de zelfsimulatie hebben we daaraan toegevoegd. Dus we hebben nu ook nog een aantal intelligente vragen die je zelf kan stellen tijdens het doorlopen van het proces. Tot nu toe heb ik zelf ongeveer 15 gemeentes geholpen met de werkende processen. En de ervaring daar is dat wat goed bevalt is dat je het per proces doet. Dus je kan echt de verandering redelijk concreet maken per proces. Het is een integrale benadering, dus alle aspecten komen terug van informatievoorziening tot en met rollen, competenties, activiteiten, de klantbeleving. Dus je stemt alles in samenhang af met de verschillende mensen binnen de gemeente. Dus het is belangrijk als je dit soort sessies organiseert om daar een multidisciplinair team van te maken. Dus mensen vanuit een HR, want die moeten zich druk maken om competenties. Mensen vanuit informatievoorziening. Mensen vanuit vergunning, toezicht en handhaving, dus vanuit de vakafdelingen. Dus je moet een combinatie zoeken, want je hebt alles nodig om succesvol te kunnen worden. Om je omgeving, om je werkprocessen omgevingswetproof te maken. Daarnaast kan het ook redelijk snel gedaan worden. Want ik denk als je in twee sessies van 3 uren kan je erachter komen wat je per proces te doen hebt. Dus dan kun je aandachtspunten noteren en kan je tot een actieplan komen. En dan kun je ook gewoon aan de slag. 1 januari 2022 gaat de wet in werking. Ja, en veel gemeentes hebben de tijd niet meer om een ingewikkeld projectplan te schrijven of een programmaplan te schrijven. Dus het is nu echt wel zaak om in beweging te komen. En ik denk dat die zelfsimulatie er echt aan bij gaat dragen. Hoe ziet zo'n procesmodel eruit? Nou, ik heb hier een voorbeeld, onleesbaar, maar dan zie je in ieder geval wat erin zit. Ieder procesmodel bestaat uit 4 processtappen, waarin een aantal lagen zitten, waarin de klantbeleving zit. Er gaat iets in zo'n processtap, er vinden activiteiten plaats, er komt weer iets uit zo'n processtap, de output, er zijn rollen actief en je hebt informatievoorziening nodig om zo'n processtap goed te kunnen doorlopen. En wat je hier ziet zijn groene stukken tekst en in de groene stukken tekst staat eigenlijk wat er veranderd is ten opzichte van de huidige situatie. De blauwe stukken tekst is eigenlijk wat je nu ook al doet als gemeente in dit geval. Ik noem nu gemeente, dat is ook echt het perspectief waaruit het geschreven is. De ervaring leert wel dat ook OD's, provincies en eventueel waterschappen dit zeer goed als basis kunnen gebruiken. Dus het gaat echt wel verder. Alleen ja, hier zat af en toe college en raad in als rol. Ja, die moet je dan even net anders lezen. Maar voor de rest denk ik dat de stappen zo generiek zijn neergezet dat je daar dat verschillende overheden daar op een goede wijze doorheen kunnen. Dit is de werkende processen. In landen komen we eigenlijk 3 categorieën gemeentes tegen, overheden tegen. Categorie 1 is de gemeente, de overheid die te veel in de planfase blijven hangen en onvoldoende tot actie kunnen komen. Er is te weinig urgentiebesef en draagvlak aanwezig binnen de organisatie. Categorie 2. Er zijn heel veel projectteams bezig, groepen bezig om die omgevingswet op een goede wijze te kunnen omarmen. Waarbij het programmamanager zegt, ja, maar gaat dit allemaal dan leiden tot iets werkends, tot een werkend proces?
En categorie 3, zei Patricia net ook al even, dat zijn de gemeenten die zeggen, nou, volgens mij zijn we er redelijk klaar voor. Kom erop, laten we maar eens een keer aan de hand van de zelfsimulatie gaan kijken of we inderdaad zover zijn. Ja, de vraag aan jullie nu, Patricia. Ja, de vraag aan jullie is, Lynn is ook al meteen, als jullie nu kijken naar deze sheet en je kijkt naar je eigen organisatie, waarvan vind jij dat jouw organisatie nu een beetje zou hangen? Van, goh, we zijn misschien wel bezig met het inrichten van die processen als ik nu kijk. Tenminste, we weten dat de meeste gemeenten wel bezig zijn hoor. Maar het is allemaal nog veel in de ideefase of categorie 2. Eigenlijk, we doen heel veel in verschillende projectteams. We werken heel hard. Maar doen we eigenlijk wel de goede dingen? En een aantal, misschien zijn er wel organisaties die zeggen van, nou, we zijn eigenlijk wel klaar. Kom maar op. Kom maar eens door. Welke categorie zou jouw organisatie zitten als je het nu zou moeten inschatten? Op basis van de informatie die je nu weet. Ja. En vul hem ook in als waterschap zijn. Hè? Je hoeft niet... Ja, of... Je kunt gewoon klikken. Ik weet niet of iedereen kan klikken. Lynn, hoe ver lukt het een beetje met invullen? Ik kan dat niet zien. Kijk. Ah. We zien vooral heel veel gemeenten inderdaad, of heel veel organisaties die al volgens mij hard bezig zijn. Ik denk een enkeling die nog heel erg in de planfase zit. Maar vooral al hard bezig. Dus eigenlijk al in dat voortraject zitten om te kijken van doen we de goede dingen. Ja. Helemaal goed, dankjewel. Wil iemand daar nog iets op aanvullen? Ja, ik wou nog wat aanvullen. Ja. Want ik denk dat waternet in een categorie zit die niet benoemd is, zeg maar. Tussen zou het helemaal kunnen. Nee, okay. Daarom vond ik hem lastig om te beantwoorden. Want enerzijds, er is een programmaorganisatie en die houdt zich daarbij bezig. Tegelijkertijd is het idee dat de lijn... zoveel mogelijk aan het set is als het gaat om de implementatie van allerlei zaken. Maar er zijn ook nog dingen die ontwikkeld moeten worden. Maar dat we er klaar voor zijn, dat is voor mij niet aan de orde nog. Maar het is ook niet zo dat allemaal dingen losraak langs elkaar en naast elkaar en los van elkaar tot stand komen. Dat is ook weer niet zo. Dus het zit nog wel wat tussen. Ah, kijk, wat we veel zien, hè, wat de Rio's veel doen. Jullie weten allemaal wat de Rio's zijn. Volgens mij zijn jullie misschien vandaag mee doodgegooid. Nee, ik zie Mariette. Nee, kijk, we hebben regionale implementatiecoaches, heet dat. En elke regio heeft zo iemand. Hè, als je zou willen weten wie dat voor jou is, hè, dus dan is dat, dan kunnen we dat voor jullie uitzoeken. Dus elke regio heeft zo iemand. En wat we met de Rio's afspreken is dat we willen heel graag dat overheden toetsen of hun basis op orde is, op tijd op orde is. En dat doe je door een test. Dat doe je door een ketentest. Dat kun je regionaal doen. Maar eigenlijk elke individueel bevoegd gezag moet eigenlijk ook voor zichzelf nagaan. Ben ik er klaar voor? En om er klaar voor te zijn, betekent het niet alleen dat je de stekker, zal ik maar willen zeggen, van stam erin hebt gestopt. Van joh, ik kan een aanvraag ontvangen. Maar het betekent ook dat je proces op orde is. Dat je de samenwerkingsafspraken hebt gemaakt. Dat je aan de slag bent gegaan en noem maar op. En eigenlijk in alle drie de categorieën hopen wij nu die vragenlijst te hebben ontwikkeld om te kunnen kijken van, goh, waar sta ik nou? En wat heb ik nou te doen? Hoe ver ben ik nou? Dus dat is voor ons ook de aanleiding geweest om dit te maken. Wij vinden het ook spannend hoor, want van, goh, helpt het nu echt? Want het moet zeker niet gewoon zomaar een checklistje worden. Want dan wordt het weer zorg. Het gaat echt om onderling het gesprek aan te gaan. Jongens, zitten we goed op koers? Gaan we het redden? Kijk elkaar diep in de ogen. Doen we de goede dingen? Dat is wat wij beogen. We voeren de spanning wel op, Jacco, hè? Want iedereen denkt nu, wat zit er nou in die vragenlijst? Kom maar eens door, joh. Wat zit erin, Jacco? Ja, nee. Wat ik ook nog wil aanvullen is... een aantal weken geleden was ik bij een G4-gemeente. Die zat ook in categorie 2. Veel projectteams, veel groepen die zich bezighouden met die omgevingswet. Waarbij je, laat maar zeggen, aan de voorkant... dat ging over schablonen en templates. Hè? Die moesten aangepast worden voor die omgevingswet. En dat is best wel een grote klus. Je hebt het zo over 300-400 schablonen. Wat bijna een projectteam is om dat goed te kunnen doen. Waarbij het antwoord kwam in die sessie waar we bij elkaar zitten. Ja, daar is groep X voor verantwoordelijk. Oké, normaal zou je daar een vinkje achter zetten. En als je dan doorvraagt, zeg je groep X, wat is die dan op dit moment aan het doen? Nou, dan moeten ze eerst eens even onderling eens even praten. Zeggen ze, nou ja, die zijn druk bezig met inventarisatie. Dan vraag je weer door. En uiteindelijk komt het erop uit dat die groep eigenlijk...
niet verder is gekomen dan een soort korte inventarisatie, wachten op geld om wat te kunnen doen en eigenlijk helemaal geen meters maken. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, zelfsimulatie is heel leuk met goede vragen, maar wees wel zelfkritisch. Weet je, dus klaarblijkelijk is schablonen, templates voor die gemeente al bijna niet meer haalbaar om dat op orde te krijgen voor 1 januari 2022. Punt. Dat zijn de nadelen van de grote gemeenten, Liedewij. Jij had het over kleine gemeenten, dus daar is het vast nog wel. Maar dat zijn de grote gemeenten. Ja, dat zijn andere kritische vragen op elkaar doorvragen. Ja, ja, dus vraag door in ieder geval. Ja. Even kijken, volgende slide. Nou, die zelfsimulatie kan je eigenlijk voor alle categorieën gebruiken. Je kunt, als er die 11% die we net voorbij zagen komen, hè, kunnen dit rustig gebruiken om in 2 korte sessies erachter te komen wat er nog te doen is, maar ook om een nieuw stuk energie bij elkaar te krijgen en draagvlak te vinden voor de verandering die voor ligt. Nou, weet je, daar komen nou ook concrete acties uit met actiehouders. Dus als je bij die 11% hoort, denk na over die werkende processen als een eerste toeleiding, aanleiding om wat met de organisatie te willen. Nou, voor die overige gemeentes en overheden, je kunt de zelfsimulatie werkende processen goed gebruiken om eens kort te toetsen of iedereen de goede dingen doet en of alles op elkaar aansluit. Dat is eigenlijk wat het doet. En de laatste, we zijn er klaar voor, laten we de boel testen. Nou, met deze deelnemers staat er nou niemand van tussen. Maar dat kun je doen, dan kun je de werkende processen zelfsimulatie als basis gebruiken. Maar nou, als je echt wil gaan testen of dingen voor elkaar zijn, ja, dan wil je ook op operationeel niveau zien hoe het eruit ziet. Dan wil je ook echt iets door informatiesystemen hebben. Dan wil je dat mensen een bepaalde rol bekleden. En dan komen dan ook testresultaten uit, kan ik me voorstellen. Dus dat kost wel even wat meer aandacht en wat energie om een goed ketentestverhaal neer te zetten op basis van de werkende processen. Maar de werkende processen zelfsimulatie kunnen wel een uitstekende basis zijn. Dit even ten aanzien van de verschillende situaties en categorieën. We zijn uiteindelijk tot de topvragen gekomen, dus de 25 belangrijkste vragen. We beseffen ons ook dat er, ik denk dat je per proces wel 100 tot 200 vragen kan stellen. Dus we hebben ons echt beperkt tot de topvragen. Gebruik die en kom in gesprek met elkaar. Het is vanuit het perspectief van de gemeente geschreven. Maar ik denk als je daar vanuit een vergunning, toezicht, handhaving bij een andere overheid ook naar kijkt, denk ik dat het uitstekend bruikbaar is. Het integrale zit er uiteraard in, dus alle vragen, die topvragen, daar zitten alle onderdelen in, alle organisatorische aspecten, informatievoorziening, opleidingen, dus we proberen wel het hele palet af te dekken. Nou, hier de topvragen voor het initiatievenproces. Nou, we hebben de tijd niet om daar vraag voor vraag doorheen te lopen. Maar dat geeft even een inzicht dat er in dit geval zijn 24 vragen. En de aanpak is vrij simpel. Gebruik het werkende proces en stel de vragen. En in deze sessie hebben we 4 vragen eruit gelicht. Waar we met jullie over willen nadenken of dat het juiste niveau is van vragen stellen. En of je daar inderdaad een dialoog over kan gaan voeren. Nou, en even een kleine aanvulling. Jacco zegt, gebruik het werkende proces. Gebruik jouw eigen proces zoals je dat bedacht hebt en ingericht. He, dus niet het proces van Jacco, maar je eigen proces zoals je dat nu, de merendeel gaf al aan van, goh, we hebben al een groot deel ontworpen. Gebruik dat proces, daar ga je van uit. We gaan ervan uit dat jullie in alle aspecten dan al denken. He, of zoals Rob zegt van, goh, ik denk dat we eigenlijk best wel aardige koers zijn. Nou, durf jezelf eens onder die loep te leggen. Ja. Ja, en voor de gemeente, toch ja, misschien dat sommige gemeentes hun processen nog niet op deze wijze hebben uitgewerkt, dan kan het helpen. Hè? Dus ja. Goed. Hoe ziet die zelfsimulatie aanpak eruit? Nou, bepaald doel. Welke categorie ben je? Wat wil je ermee bereiken? Als je urgentiebesef draagvlak wil creëren, dat is anders dan een ketentest, laat maar zeggen. Bereid hem voor, met name categorie 1 en 2 hoeven maar korte sessies te zijn. Dus in een tijd van 3 uur, een werksessie van 3 uur met de goede functies in zo'n sessie kun je best wel veel achterhalen. Dus het hoeft echt niet lang te duren. En gebruik de VNG-materialen.
Er is al heel veel denkwerk verricht. Vind het wiel niet opnieuw uit. Nou, voer die zelfsimulatie uit. Denk daarbij wel aan faciliteren en doorvragen. Dus als je aan de gemeente zelf vraagt of aan de overheid zelf vraagt, goh, hoe sta je ervoor? Ja, dan kan dat misschien gekleurd zijn. Dus zoek wel de juiste persoon die ook echt de goede vragen kan stellen en doorvragen. Komt tot aandachtspunten en testresultaten. Nou, de laatste, dat is misschien een open deur. Maar komt tot actie. Dus van die aandachtspunten komt tot een actielijst met eigenaren, met deadlines. En zorg dat je stap voor stap dat proces omgevingswetproof maakt. En kom regelmatig bij elkaar om de voortgang te bespreken. Dat stimuleert ook, dus ik denk dat het belangrijk is om te doen. Dus dit zijn de stappen in de zelfsimulatie. Mag ik nog wat vragen? Ja, José. In hoeverre sluit dit aan met wat de VNG ook maakt met de mijlpalen-checklist? Of is het heel anders of heeft het raakvlakken? Heeft zeker raakvlakken, omdat we op zich die mijlpalen, daar zitten ook bijvoorbeeld die ketentest of heb je een plan van aanpak op de testen, noem maar op. Daar sluit dit heel erg op aan. En dit is echt een hulpmiddel om jezelf te beproeven, ben je er klaar voor? Hè, dus we hebben op een gegeven moment gaan oefenen, gaan aan de slag. En wat wij merkten in een aantal vragen, dat heel veel gemeenten en ook OD's het fijn vinden als er een stip op de horizon staat. Van, goh, we willen dan eigenlijk klaar zijn met proces X, Y of Z. Maar dan komt al heel snel de vraag van, ja, hoe ver ben ik? Of wat Jacco net aangeeft, eigenlijk die middelste categorie waar we het net over hebben. Onderdeeltjes die blijven hangen. Hè? Dus het ene onderdeel is wel klaar, maar het andere onderdeeltje nog niet. Hè, dus we zien heel veel, bijvoorbeeld op het VTH-processengebied, vind ik het heel grappig om te zien, dan is er vaak in een regio, en vaak ook bij een gemeente, is er een werkgroep omgevingstafel, er is een werkgroep toepasbare regels, er is een werkgroep toezicht en hand. Nou, soms, die is er trouwens nog niet zo heel veel, soms is er een werkgroep toezicht en handhaving. En het zijn allemaal losse groepjes. En de vraag is ook hoe je dingen dus bij elkaar gaat brengen. En dat zie je ook eigenlijk wel in die mijlpalen, zoals we die kennen in die roadmap planning. En waar wij heel erg naartoe werken, is toch wel echt vanaf medio volgend jaar moet echt een grote groep gemeenten, ik vergis me altijd nog steeds in januari, moet echt medio dit jaar, moet iedereen eigenlijk die processen op orde hebben. Nou, dan moet je dit dus eigenlijk al hebben gedaan, want dan moet het grote uitrollen naar al je medewerkers plaatsvinden. Dan moet je echt jezelf al in de ogen hebben gekeken. Ja, of in de spiegel hebben gekeken, moet ik zeggen. Sorry, ik zeg het verkeerd. Ja. Oké, okay. Is dat antwoord op je vraag, José? Ja. José had ook nog een andere vraag, had ze in de chat gezegd of we een keer bij de OD's mee kunnen kijken met de werkende processen. Maar daar komen we ook op terug, José. Ja. Het is wel trouwens een uitdaging om jezelf in de ogen te kijken. Weet je, dat ziet er wel. Nou goed. Het is steeds makkelijker met Zoom. We willen graag een aantal vragen met jullie doornemen die in die toplijst staan. Waarbij je nou moet voorstellen dat je dus stapsgewijs door zo'n proces heen loopt. Dat kan het werkende proces van de VNG zijn, maar misschien heb je zelf al een proces ontworpen. Waarbij, bij proces stap 1, we hebben het nu over het initiatievenproces. De vraag staat, de gemeente heeft georganiseerd dat initiatieven, dan heb je grootschalige initiatieven, complexe initiatieven, op een goede wijze worden getrechterd naar één tafel die met de vaste frequentie plaatsvindt. En ja, we hebben graag jullie reactie daarop. Is dat een reflecteer dat op je eigen gemeente, op je eigen organisatie? Zie je dat ontstaan? Zit dat in de planning? Dus wij zijn zeer benieuwd hoe jullie daar in staan. Mariet, steek haar hand. Oh, ja, Wim of Mariet? Mariet en dan Wim. Is dat goed? Helemaal goed, joh. Ja, oké. Okay. Mariet. Ja, oh, ik had mijn geluid nog uit, dus ik dacht eerst Wim. Maar goed, maakt niet uit. Nou, we hebben in Hilversum een RIT, en nou ben ik even kwijt waar de R ook alweer voor staat, maar het is een initiatieftafel, en de R, ik weet het echt niet meer, waarbij inderdaad initiatieven, grotere initiatieven, naar één plek worden geleid, en vervolgens inderdaad, één keer per week, voor zover dat nodig is, komen die mensen even bij elkaar en wordt daar gesproken. En wordt er eventueel ook een case manager dan wel, omgevingsregisseur aan toegewezen.
En dan gaat de boel van start, zeg maar, nog een beetje op de oude manier. Verder met de, al dan niet een project of een vergunning. Of het op een goede wijze wordt getrechterd. Dat laatste is nog niet helemaal het geval. Want wij merken dat er nog wel achterlangs ineens toch plannetjes bij mensen op tafel belanden. Waarvan je denkt, ja, dat had dus in dat rit moeten plaatsvinden. Maar goed, we zijn er ook pas net, ik denk in november mee gestart. Dus iedereen moet er echt ook nog wel een beetje aan wennen. Ja. En dan is eigenlijk het doorvragen, Mariette, van, want het is eigenlijk al heel goed dat jullie dat beproeven. Van oké, wat gaan we dan doen? Wie gaat het oppakken? En dat is dan de actielijstjes die je wil hebben. He, dus dit is eigenlijk inderdaad een hele goede fasering van dit is eigenlijk, daarom kan zo'n checklist dan prettig zijn, is om elkaar aan te spreken van hoe vinden we nu dat het gaat. He, het is een soort evaluatiegesprek. Ja. En wat dan ook belangrijk daarin is, is van als dat dan nog beter getrechterd kan worden, hè, dus dat het beter tussen de oren moet komen dat het rit bestaat, hoe gaan we dat dan bereiken? Heb je dan een communicatieplan nodig? Dus wat je hiermee wil bereiken is aandachtspunt, maar ook de actie, wat moeten we dan daarmee doen om tot dat volgende niveau te komen? Want jullie hebben al mooie stappen gezet, hoor ik. Dus, ja. Okay. Doen jullie hier ook een soort wegwijzer mee met dat trechteren? Nou, wat we heel graag willen, José, is eigenlijk, dit is ook we hebben deze vraag kunnen we altijd heel makkelijk bedenken. We willen eigenlijk ook kijken of we met peergroups kunnen kijken dat gemeenten ook onderling of OD's onderling eigenlijk elkaar zouden kunnen bevragen, hè, of dat iemand meekijkt. Maar we hebben niet zozeer een handreiking of een handleiding voor doorvragen. Dus eigenlijk wil je een aantal mensen eigenlijk die hier al gedreven in zijn, kijken of je dat met elkaar kan oppakken. Een andere optie is dat je het in de regio doet. Het valt mij op dat in de regio het kritisch zijn naar elkaar niet altijd heel erg gebruikelijk is. Dus misschien moet je juist wel uit de regio en moet het misschien wel geen 40 gemeenten onderling zijn, of de kleinere gemeenten onderling, of de OD's onderling, die even een beetje dezelfde setting hebben, dat gaan organiseren. Dat willen we even kijken of we dat. Ik kan niet vanuit de VNG overal mensen naartoe sturen om dit te faciliteren. Dus ik zoek ook een beetje naar van goh, hoe zouden we met elkaar ook een soort van schwung daarin kunnen krijgen om dat op te pakken. Ja, en José, ik denk dat op zich een wegwijzer een onderdeel is van de oplossing. Maar ik kan me voorstellen dat er ook gewoon initiatieven op de tafel belanden van wethouders en burgemeesters of bij afdelingshoofden. Dus op andere plekken dan, laat maar zeggen, die lopen misschien niet zo makkelijk tegen die wegwijzer aan. Dus dan is het denk ik veel meer een organisatorisch communicatie uitdaging dan dat het op een wegwijzer staat. Dus ik denk dat het breder gaat en dat er meerdere facetten nodig zijn om dit tot succes te laten komen. Ja. Wim. Want ik heb daar ook een vraag. Mag ik heel even naar Wim, want die had ik al heel erg. Wim. Ja, ik even terug. Aantal opmerkingen, ook gerelateerd aan datgene wat ik net hoorde. Tilburg kent vanuit het aspect dienstverlening een soort een omnichannel benadering. Ongeacht waar je binnenkomt, word je eigenlijk naar een tafel toegeleid. Daarvan hebben we er twee. Kleinschalig het zogenaamd bouwplanoverleg, wat primair eigenlijk toetst aan het bestemmingsplan. Maar we hebben sinds 2012 al wat wij noemen de ketens stedelijke ontwikkeling. En dat lijkt eigenlijk een soort voorloper, is een voorloper op die omgevingstafel. En daar wordt ook breder getoetst dan enkel en alleen het bestemmingsplan. Er wordt eigenlijk getoetst aan een drietal invalshoeken. Dat is, heeft het draagvlak, heeft het maatschappelijke meerwaarde en is het, is het conform de regeltjes? Dus dat dus twee, hè, kleinschalig en grootschalig. Laat onverlet, wat ook net in Hilversum werd geconstateerd, dat links en rechts toch nog wel, met name via het bestuur, toch ook nog wel plannetjes links of rechts oppoppen. Maar die worden dan vervolgens netjes toegeleid naar, zeg maar, want dat zijn meestal toch die grootschalige initiatieven, naar die keten stedelijke ontwikkeling. En waar we nu nog mee bezig zijn, en dat is een fenomeen wat ik wat ik nog onvoldoende kan plaatsen, het zijn zogenaamde wijkafstemmingstafels. Dus dat is nog een soort derde variant. En voor zover ik het nu kan inschatten, is dat eigenlijk het samengaan van het fysieke domein en het sociale domein. Ja. Dat als, zeg maar, reactie vanuit Tilburg. Dus ervaring met die ketenstedelijke ontwikkeling sinds 2012 al. En ik moet zeggen, dat werkt uiteindelijk eigenlijk heel goed. Het nadeel van, maar dat vind ik ook nog het nadeel van de omgevingstafel, zoals ik die op dit moment ken, is dat nog eigenlijk alleen maar de beleidsthema's verwoord zijn.
Terwijl in het kader van de beleidscyclus ik ook zou vinden dat vergunningverlening, toezicht en handhaving aan die tafel vertegenwoordigd zou moeten zijn, inclusief de participanten. Want dat is nog waarschijnlijk nog op dit moment nog een stapje te ver, maar goed, daar groeien we wel langzamerhand naartoe. Nou, wat wel interessant is, Wim, wat je daar ook aan zegt, is van, dat is een discussie die Jacco en ik ook best wel hebben gehad. We hebben natuurlijk het koersen allemaal op de inwerkingtredingsdatum. Mm-hmm. Dat is een bepaald moment, een soort van minimum. Maar je wil eigenlijk ook die doorkijk hebben van, hoe ontwikkel je verder? En er zijn in dat gesprek wat je met elkaar voert, komen natuurlijk heel veel aspecten van, ja, eigenlijk zouden we dit, eigenlijk zouden we dat. Mm-hmm. En we zouden dat eigenlijk ook wel graag, dus we zouden jullie dan eigenlijk ook al willen adviseren van, hoe adresseer je dat nu ook op de lange termijn ontwikkeling? Zodat die omgevingswet ook na 22, ook voor het VTH-termijn, nog in een soort van innovatiegolf blijft, hè, van hoe ontwikkelen we ons door. Hè? Dus dat is denk ik wel een interessant punt nog. Nou ja, goed, Patricia, binnen de VNG is toch zo'n clubje onder leiding van, ik ben even zijn naam kwijt, die met name kijkt naar DSO, zeg maar, op basis van, zeg maar, de techniek van 2024, 2029. Erik Dolle bedoel je? Ja, die. Ja, ik wou net zeggen. Want daar zitten wat mij betreft hele interessante noties tussen, in de zin van dat we veel meer met beelden moeten gaan werken in plaats van met tekst. En niet met datgene wat niet kan, maar juist met datgene wat wel kan. Ja. En dat vind ik dan juist een fantastische uitdaging, zeker in relatie tot VTA, waar jij of net een van jullie twee zei van, daar vind ik het eigenlijk een spel, want dat is de feitelijke uitvoering. Dat is niet het plan, dat is niet het programma, dat is niet de visie, maar dat is inderdaad de dienstverlening aan de burger. Ja. En daar zitten wat mij betreft hele interessante noties in, om dat vanuit dat perspectief een heel stuk verder te ontwikkelen. Ja, en dat is continu voor dit, die zelfsimulatie die we hebben, is dat je continu kijkt van, oké, wat moet ik voor 1-1 hebben geregeld en hoe past dat dan in dat vergezicht? Ja, die snap ik. Ja. Hans, volgens mij Hans was het toch? Hans, jij was het toch die wat wilde zeggen? Ik zag niet welke mond. Net iemand zei, Rob, jij was het, sorry. Nou, ik had me eerder een vraag. Ik heb niet zoveel te zeggen nog, dat merk ik. Omdat ik me nog te veel aan het oriënteren ben. Maar wat bedoelen jullie hier met initiatieven? Gaat het dan over vergunningen aanvragen? Gaat het dan over meldingen? Wat bedoelen jullie met initiatieven? Want dat is voor mij even onduidelijk. Eigenlijk even breed. Iemand wil iets. Ja. Een burger of iemand? Een bedrijf. Zelf of, okay. Ja, iemand of een bedrijf. Iemand wil iets. En dat kan, dat kan iets heel complex zijn. Zoals volgens mij Wim en volgens mij meerdere gemeenten ook zei, afhankelijk van de complexiteit is er soms ook een verschillende oplossing. Dus in ieder geval is dat een wat bredere omgevingstafel waarin allerlei disciplines zitten. En soms is dat ook nog iets heel kleins. En de vraag is, heb je erover nagedacht? Hoe heb je dat georganiseerd? Hoe vul je dat in? En hierin, vind je niet zozeer in de werkende processen zelf, maar hier zit wel de vraag achter. Van hoe zorg ik ervoor dat de hele eenvoudige dingen zo goed mogelijk ook worden ontsloten via DSO-loket, via je toepasbare regels. En hoe zorg je er ook nog steeds voor dat degene die digibet is, dat is ook natuurlijk iets waar wij ons inderdaad natuurlijk ook zorgen over maken. Hoe zorg je dat degene die niet zo handig is met een computer, die wil wel een boom kappen, hoe zorg je dat die aanvraag ook nog steeds goed doet? Nou, dat doen we nu ook al onder de WABO, met de OLO. Dus de meeste gemeenten vangen die nog steeds op aan het loket. Dat zal straks niet anders zijn na 22. Dus hoe ga je met dat soort initiatieven om? Dus, Oké, dankjewel. Oké, jongens, ik kijk naar de tijd, want het is 7:55. We hebben dus voor het initiatievenproces hebben we iets van 24 vragen. Voor het behandelproces hebben we iets van 25 vragen. Voor het toezicht- en handhavingsproces, waar nog weinig over wordt gesproken, maar waar eigenlijk best wel diepgaande vragen nu in zitten, hebben we ook iets. Nou, hebben we meer vragen, 28 of 29 vragen, geloof ik. Hè? Ja. Hebben we allemaal van dit soort type vragen. En gelet op het doel wat je hebt, jullie hebben net voornamelijk aangegeven dat jullie zaten eigenlijk in dat tweede doel. Van, is het iets en hoe zou je dan zo'n zelfsimulatie willen gebruiken? Wie zou daar, zou het je helpen, dit soort vragen? En wat zou je dan nodig hebben? Hoe zou je dat kunnen organiseren? Zou je ook bereid zijn om een andere organisatie te helpen? Als je dan ook weer iets terugkrijgt. Zo, of is dat, val ik te veel met de deur in huis? Dit is waar wij tegenaan lopen. We gaan hem trouwens ook nog beproeven bij de gemeente Venlo. Maar even aan jullie de vraag van, als je dit nu ziet, zou het wat zijn om in je organisatie op te pakken, misschien met een andere organisatie? Ik zou het doen vanuit de constructie die je zelf net aangaf, vreemde ogen dwingen.
Dus een soort reflectie vanuit de buitenkant. Omdat wat jij net zelf constateerde, zeg maar op regionaal schaalniveau, men is lief voor elkaar. Nou, binnen de eigen organisatie is men heel lief voor elkaar, om het zo maar te zeggen. En het zijn juist, kijk, dus je blijft altijd van de betreden paden blijf je belopen op het moment dat je daar niet, zeg maar, door derden naar laat kijken. En dan niet vanuit de gegevenheid van jullie doen het slecht, maar veel meer van, god, waarom doe je het überhaupt? En god, dit doen wij ook, maar dit doen wij op een andere manier. Dus ik denk dat de meerwaarde met name zit in de gegevenheid dat, een soort auditcommissie het is, hè, zonder dan inderdaad de zwaarte eraan te geven. Maar dat lijkt me de meest geëigende systematiek om dat te doen. Of zo peer review, hè, of een mengeling van al dit soort begrippen. Dus ik zou het inderdaad vanuit de vanuit de buitenkant naar binnen kijken. Dat zou mijn aanbeveling zijn op basis van wat ik nu hoor en de gedachten die ik nu zeg maar ontplooi. En dan ook wel voor en door, Wim? Dus ook voor en door? Wat bedoel je voor en door? Nou, dat je vanuit Tilburg gaat meekijken in Groningen en dat Groningen meekijkt bij jullie. Liefst. Anderzijds, je kunt je ook stellen dat je daar dan binnen de regio blijft. Ja, daarnaast heb je dan weer het grote nadeel, bijvoorbeeld in de context van Tilburg, van ja, dat is die grote broer weer, weet je wel, en die weet het dan zogenaamd beter. Ja, dan moet dat soort gevoeligheden moet je dan ook weer lopen te vermijden. Vragen we dan Bos? Zoiets, hè, als je op Brabant niveau dat uitwisselt, dan denk ik dat het een stuk gemakkelijker is. Ja, alsjeblieft. Ja, okay. Ja, nee, dankjewel Wim. José, zag ik een handje, maar jij had hem weg. Ik weet niet, wij starten vanuit in onze Rio's deze maand. Ik heb toevallig morgen een overleg, omdat ik van een van die in Rio's een werkgroep trek. Daar zijn we met deze zaken natuurlijk ook allemaal bezig. En die starten nu allemaal. En ik denk dat zo'n zelfsimulatie, ja, misschien dan voor de organisatie, maar misschien wel binnen de keten, dat ook best wel een instrument kan zijn. Dus die wilde ik even doorgeven. Helemaal goed. Leana, hè, is jullie Rio? Sarah. Oh, Sarah. Ja, oké. Okay. Sorry. Ja, sorry. Oké, okay. Helemaal goed. Ik zal Sarah even... jullie lopen vol op de Rio, spreek ik pas vol. Die zou ik vorige week spreken, maar die afspraak ging niet door. Dus jullie hebben nu meer informatie dan je Rio. Dus maak ze maar gek. Ja, nou, ik ben dan zelf trekker van zeg maar de indieningsvereisten en de DSO... En daarnaast deelnemer voor de buitenplanse activiteiten. Maar volgens mij, ja, ik heb de vragen nog niet gekeken. Maar volgens mij heb ik hier al heel veel, nou in ieder geval, al goede basis voor. Wat we sowieso doen, hè, voor de vragen is dat we de vragen zullen we... wordt lid van het VNG-forum, omdat ze nog niet compleet zijn. Is dat voor ons een veilige plek om ze neer te zetten? En kun je ze ook al bekijken? Dus word lid van het VNG Omgevingswet VTH-forum. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat dat alleen bereikbaar is voor omgevingsdiensten en de gemeente. Dus de waterschappen nog niet. Mocht je het graag willen hebben, dan mail Jacco of Matt. Geen zorgen hoor, er zijn nieuwsberichten en forums genoeg. Ja, precies. Nee, maar dus daar gaan we deze op zetten. Alleen dat forum, dat is niet... Dus daar kun je hem bereiken. Mocht je hem toch willen hebben, mail mij gewoon even persoonlijk. patricia.palme@vng.nl. Dan mail ik ze apart om. Ja. Dan kun je er al een beetje mee kloten, sorry voor het woord, maar dan kun je er al een beetje mee gevoel voor krijgen. Alleen wij willen hem zelf nog even een keer beproeven, ook in Venlo. En ook even kijken, weet je, het moet niet een checklistje worden. Dus ik ben ook een beetje bang om het zomaar op internet te gooien. Want dan wordt het, we proberen eigenlijk met deze presentatie aan te geven van, het gaat ons om het gesprek. Het gaat ons eigenlijk om het gesprek tussen lijnmanagement en organisatie. Het gaat erom dat je een verbeterproject in gang zet. Dat is eigenlijk wat je graag wil. Tenminste, wij. Mariet? Ja, ik vind het wel. Het is op zich heel goed om te horen. En je moet natuurlijk inderdaad niet checklistjes afgaan alleen maar om te kijken of je het allemaal goed doet. Alleen wat mij hier nu opvalt, is ik zit niet in het programma of hoe je dat dan ook moet noemen. Ik kom ook niet echt uit de gemeentewereld zo lang dat ik dat al die terminologie allemaal goed heb. Maar ik zit er ook pas 2 jaar. Ik krijg ontzettend het gevoel... dat we zeg maar praktisch op de vloer nog helemaal niet zo goed zijn aangehaakt. En misschien klopt dat niet echt helemaal, maar ik zou heel graag die vragen zien om eens te kijken van wat mis ik eigenlijk allemaal? En dat programma is ergens, dat project is ergens bezig, maar ik ben straks de praktische uitvoerder. Je hebt er last van als het niet goed gaat. De handhaving.
En nou, als ik dit allemaal hoor, ik hou mijn hart vast, bij wijze van spreken, op de praktische uitvoering. En, want we hebben nog geen nieuwe schablonen en we zijn nog niet met alle medewerkers in gesprek. En iedereen heeft, ja, toch ligt dat wel een beetje bij medewerkers van, die zijn nog vrij taakgericht, dus zeg mij maar wat ik moet doen en dan ga ik het wel doen. Maar nou ja, ik ben wel blij met die vragen straks, om in ieder geval een beetje een handvat te hebben van waar gaat het eigenlijk allemaal om? Nou, ik ben blij dat je het zegt, want dat is wel een beetje wat we veel zien. Hè? Dus dat de lijnorganisatie, we horen over twee kanten moppen. We horen de lijnorganisatie zeggen, ja, we komen de omgevingswet op ons af en wat moet er allemaal gebeuren en ik weet er nog niks van. Ja. En de projectmanagers die zeggen, ja, ik kom echt niet bij de lijn binnen, want iedereen is druk bezig met vergunningen verlenen en toezicht en handhaving. En nu met corona is het moeilijk om elkaar te ontmoeten. Het aantal aanvragen schijnt torenhoog te zijn, want iedereen is zijn huis aan het verbouwen. Ja. En eigenlijk helpt het heel erg om ook de projectmanagers heel erg te helpen om concrete vragen te stellen. Hey, moeten we niet die schablonen een keer gaan aanpassen? Weet je, dat soort vragen. Ja. 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 Dat is het ook. En tijd, want ik hoor allerlei intervisiegroepjes tussen gemeenten en weet ik veel wat. Dat dan is ook kansloos. Oh god, ik kom nu al niet uit met mijn tijd. Hoe gaan we dat godsnaam doen? Maar dan zeg je van eigenlijk, als ik jou hoor praten, ik kan die kritische massa wel in mijn eigen organisatie doen. Die kritische vragen. Want ik heb er last van. Op het moment dat die projectorganisatie niet op tijd heeft geleverd, heb ik er last van als we het niet goed hebben gehoord. Ja. Ik heb druk zitten schrijven van wat ik allemaal moet ophalen bij jullie. Ga ophalen bij jullie. die vragen helpen mij natuurlijk ook. Hè? Als ik daar geen antwoord op kan geven, dat zegt wel wat over hoe ver wij zijn. Ja, ja. Ja. En er gebeurt wel wat hoor. Want niet zo lief zijn. Kijk, in Tilburg zijn ze alleen maar lief voor elkaar, maar bij jullie niet, Mariette. Dus, ik niet, maar... Nee. Goed, maar er gebeurt best wel veel, want we hebben wel al geoefend met zo'n omgeving, met zo'n initiatieftafel. En we hebben dat rit opgezet. En er gebeurt echt wel wat. Alleen, ja, voor mij voelt het een beetje te ver van mijn bedshow, omdat die echte hele praktische kant van welke schablonen moeten we hebben, dat soort dingen. Volgens mij... Is dat ook een beetje de afstand tussen iemand die met een project bezig is en mensen die in de praktijk aan het werk zijn? De operatie eigenlijk, ja. Ja. Hebben we nog een tip wat wij dan in Tilburg doen als grote gemeente, want daar speelt het fenomeen ook. We hebben ondertussen het programmateam aangevuld met twee zogenaamde implementatiemanagers. Die feitelijk vanuit de lijn komen en binnen de lijn feitelijk ook een lijnverantwoordelijkheid hebben. Ja. En daarmee proberen we dus ook te bewerkstelligen dat er eigenlijk een kanteling plaatsvindt van het programma naar de lijn. Ja. En zolang en voor zover er een programma is, is de excuustruus van er is een programma, dus jullie doen het toch. Nee, uiteindelijk moet het landen in de lijn. En wij proberen nu langs deze lijn, proberen wij door twee implementatiemanagers toe te voegen aan het programmateam, de lijn, zeg maar, de verantwoordelijkheid geleidelijk aan laten overnemen van het programma. Ja, en bij ons gaat het vaak zo dat zo'n programma is er dan. En dan ineens wordt er ergens besloten dat het geen programma of project meer is, maar dan is het ineens van de lijn. Ja. Dan is het een beetje van zoek het maar uit wat je er verder mee doet in de praktijk. En dan, daar ben ik een beetje, dat is mijn grote huivering. Dat je dus te weinig betrokken wordt in deze fase. En dat je er uiteindelijk achter komt dat er allerlei dingen zijn bedacht die in de praktijk niet zo goed uitvoerbaar zijn, niet werken, omdat je er gewoon te weinig bij betrokken bent geweest. Ja, ik zit ook even te kijken naar de tijd. Het is over 8 uur, het zou tot 8 uur duren. We hebben ook nog een paar handjes. Op zich, ik kan wel even door. Ik weet niet hoe Patricia erin zit, dat we nog wat vragen beantwoorden. Maar dat is aan een ieder, laat maar zeggen. Wie wil wat zeggen? Oh. Liedewij, wil jij nog wat aanvullen? Ik zag een handje van Liedewij. Ik weet niet of de handjes echt handjes zijn altijd, Jacco. Dat werkt toch anders? Ja, dat was voor mij een handje hoor. Maar hij ging even wat lastig op unmute en op de video. Oh. Ja, ik hoor nu heel veel dingen van de sprekers voor mij waarvan ik denk, daar zou ik ook wel op willen reageren, maar dat gaat bijna niet. Maar even richting jullie, Patricia en Jacco. Want ik hoorde je zeggen, Patricia, ik wil er eigenlijk voor waken dat de gemeenten dit als een soort checklist gebruiken.
Mij helpt dat juist wel om zo'n lijstje met vragen langs te lopen en bij wijze van spreken vinkjes te zetten met elkaar. Of met elkaar te beslissen, nou, deze vraag is voor ons niet van toepassing of die zouden we anders kunnen kneden. Dus ik zou dat zeker zo wel willen gebruiken. Ja. Wat ik me afvraag, en dat sluit ook een beetje aan op wat José net zei. We hebben contact met onze Rio over een regionale aanpak werkende ketens. Om dat echt Brabant Zuidoost breed uit te rollen. En gaat dat nou om dezelfde vragen als die ik hier vanavond heb gezien? Ja, dat gaat, met de Rio's hebben we hier over contacten. Dus het is ook maar net hoe je zelf zo'n keten wil inrichten. Dat is even vraag 1. Ik weet bijvoorbeeld in Twente is men bezig ook om zo'n integrale ketentest te doen. Daar zit voor een deel eigenlijk zit daar een hele erg DSO-component in. Hè? Dus op het moment dat heb ik toepasbare regels erin gebouwd, komt die aanvraag binnen, hoe werkt dat? Maar alleen dan ben je er niet. En zeker vanuit de VNG pleiten wij daar heel erg voor om echt vanuit die werkende processen ernaar te kijken van werkt de hele cyclus? Dus werkt ook het proces wat je daarbij bedacht hebt? En wat misschien wel aardig is, we hebben in Groningen hebben we eerst droog geoefend, zoals we dat noemen, dus zonder DSO. Dus we hebben eerst gekeken van goh, wat is het proces wat ze hebben ontworpen. Hebben ze ook gekeken van goh, hoe werkt die informatie die bij die processen door. Hè? Er komt een aanvraag binnen, waar gaat die aanvraag naartoe? Waar gaan die brokjes informatie overal naartoe? Dat hebben we eens in kaart gebracht. En dat gaf al heel veel informatie. Dus je ziet het proces beoefenen, droog, zonder DSO. Maar vervolgens eigenlijk ook kijken van heb ik dan de goede competenties. Hè? Dus je kan iedere keer weer een stroompje erbij doen. Het proces erbij, dan kijken of de vaardigheden erbij passen. Dan kijken als het ICT, als iedereen ook klaar is voor de ICT-koppeling, dat erbij. Dus op die manier kun je aan de hand van een casus kun je hem ook doorlopen. Maar eigenlijk de vragenlijst zoals die nu voor ligt, kun je ook al bespreken. Hè? Zoals je net al noemt, Liedewij of José, je kan ook al kijken van, goh, laten we even checken of we alles al op orde hebben. Maar op het moment dat je echt gaat beproeven, echt gaat testen, dan zijn dit alle elementen die dan samenkomen. En een echte integrale test is niet alleen een DSO-test. Moet ook, hè? Maar ook kijken of je proces ook goed doorloopt. En ook kijken of je vaardigheden goed doorlopen. En of je informatie, vooral je informatiestromen zijn. In Groningen hebben we daar veel van geleerd. Van, hé, wacht even, als dit binnenkomt, wie gaat die informatie, wie gaat het ook archiveren? Hoe loopt dat eigenlijk? Wie voelt zich daarvoor verantwoordelijk? Weet je, dat soort dingetjes. En dat komt pas aan bod als je echt gaat testen. Dus ja. Dit is, je moet het zien, als je echt toewerkt naar integrale ketentest, zul je moeten afwegen, hey, hoe breed gaan we deze test doen? Hoe vaak gaan we hem ook doen? Gaan we hem eerst opbouwen? Of hoe uitgebreid gaan we hem doen? En daarin kun je deze vragenlijsten meenemen. Welke vragen neem ik daarin mee? Ja. Ja, ja, ik denk dat dan, we hebben dat spoor uitgerold binnen de regio. Vandaag bij de DSO-dag heeft, de implementatiedag, inspiratiedag, hoe heet het tegenwoordig? Ja, heeft, inspiratiedag wel. Ja. Ja, voorheen de DSO-dag in Zeist, hè. We missen die lunch wel een beetje. Ja, die was goed. Heeft Wouter Schenk van onze omgevingsdienst dat ook toegelicht. Maar ik weet dat de Rio heel erg stuurt op die werkende processen voor de hele regio uitrollen. Maar als ik die lijsten kijk, dan zou ik zeggen, nou, mijn gemeente, doe die lijsten voor jezelf. Zodat je die stand van zaken meeneemt als je vervolgens je processen gaat oefenen en inregelen. Ja. En niet met 21 gemeenten door deze vragen heen akkeren. Want dan, dat wordt alleen maar heel erg stroperig. Nee, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. En ik vind het ook, kijk, kijk, je moet in de regio moet je proces op orde hebben. Zeker ook met de OTSOP-plan bij jullie natuurlijk. Maar elke individuele gemeente is bevoegd gezag en moet het zelf regelen. Ja. Moet ook zelf checken. Hij heeft ook een eigen verantwoordelijkheid daarin. Ja. Ja, ik zal het met Rio's ook zo bespreken, maar doen jullie dat ook? Ja, dan ga ik zeker even bij hem opwerpen. Van bij jullie is Frank, hè? Frank van Nijkerk, ja. Ik zal Frank ook eventjes contact hierover. Ja, helemaal goed. Hey mensen, ik wil echt geen. Ik begrijp al dat er al heel veel huwelijkscrisissen en vriendenrisico's, weet ik veel wat, komen door corona. Daar wil ik geen. Misschien helpt het ook, misschien voorkomt het ook wel een crisis als je lekker achter je PC zit. Maar laten we dat zo beperkt mogelijk houden. Ik hoop dat jullie dit prettig vonden. Mocht je een vraag. Ik vond het zelf heel fijn om in een klein gezelschap bij een inspiratiedag zo met jullie te praten. Mochten jullie vragen hebben, mail Jacco of mij. Ik heb mijn e-mailadres in de chat gezet. Wij gaan nog even doorproeven hoe het nou in Venlo ook gaat vallen. Via het forum, Omgevingswet Forum VTH, zullen we deze vragenlijsten en presentatie ook plaatsen.
Maar mocht je hem al eerder willen hebben, mail mij dan ook. Dan zorg ik ook dat je dit setje krijgt. Met de vraag van, zie dit echt als een werk, als een werkdocument. Je mag het gebruiken, maar we willen wel je tips hebben. Ja. Is dat een goede deal? Ja. Okay. De contactgegevens van Patricia en mij, die staan achter in het slide deck die gedeeld gaat worden. Dus daar kun je het gewoon uit over. Ja? Ja? Ja, nog, mag ik één dingetje nog vragen? Patricia, ja, ik had in de chat gevraagd of Jacco gaf aan dat hij meerdere gemeenten had geholpen. Of die ook beschikbaar is. Kom je daar nog op terug? Want je gaf aan dat je daar nog later op terug zou komen. Wij kunnen niet zozeer individuele gemeenten of individuele organisaties op deze manier doen. Daar heb ik gewoon niet de capaciteit voor. We gaan wel Venlo doen om te beproeven. Maar wat we wel zouden kunnen doen is of we het met een aantal OD's samen zouden kunnen, iets over zouden kunnen organiseren. Dat wil ik wel, als jij even jouw contactgegevens naar mij mailt, José, dan ga ik even kijken of ik via ODNL of we iets kunnen regelen. Ja. Oké, goed plan. Ja. Ja. Toch, Jacco? Kijk even naar Jacco. Jacco, vind jij dat ook? Ja, Jacco vindt het ook. Als ik ja knik, dan mag het doorgaan, vind ik. Ik ga steeds beter mensen lezen via Zoom. Dat is echt heel grappig. Dat is wel een soort uitdaging geworden in het Zoom-tijdwerk. Of je mensen ook kan lezen digitaal. Oké, mensen, mag ik jullie een hele fijne avond wensen. En heel graag tot een volgende keer. Oké. Okay. En bel ons, mail ons, fax ons. Oh, dat doen we niet meer, faxen, maar... in ieder geval tot de volgende keer. Ja? Een fijne avond nog. Ja? Dank je wel. Tot de volgende avond. Dag.